Vanaf vrijdag geldt er een total lockdown voor geheel Suriname. Dit uitgangsverbod gaat in om 8 uur 's avonds tot en met zondag 23 augustus 5 uur in de ochtend. President Chandrika Prasad Santokhi haalde dit gisteren aan tijdens een persconferentie van de Raad van Ministers in de congreshaal. Het staatshoofd wijst erop dat de totale lockdown gefaseerd wordt ingevoerd. Daarom is de lockdown van vrijdag tot zondag. Afhankelijk van het gedrag van de samenleving zal bepaald worden of deze maatregelen verder verscherpt zullen worden. De president riep het volk daarom wederom op de COVID-maatregelen in acht te nemen en zich niet op straat te begeven tijdens de totale lockdown. We moeten de samenleving beschermen. De situatie is te ernstig, mijn mensen. En de opdracht is ook gegeven aan de onderraad armoedebeheersing van de Raad van Ministers, die ook toegevoegd wordt aan het COVID-team, om maatregelen te treffen naar de samenleving toe, om daar waar er ingegrepen zal moeten worden, ook in te grijpen naar kwetsbare groepen toe, naar personen die het nodig hebben. Mijn mensen, de opdracht is zo gegeven om bij volksgezondheid ook een unit te hebben voor geestelijk welzijn en begeleiding. Als burgers dat nodig mochten hebben of families, gezinnen dat nodig mochten hebben, dat die unit ook beschikbaar is. We begrijpen dat de maatregelen beperkingen met zich meebrengen. We begrijpen ook namelijk dat het ongeriefelijk is. We zullen als regering alles doen om de COVID-situatie onder controle te krijgen. Maar daarbij hebben we nodig uw medewerking. Verder haalde de president aan dat de controle op de naleving van de COVID-bepalingen opgevoerd zal worden. De regering zal hiervoor de wettelijke maatregelen aanpassen. De politie en andere controlediensten zullen de ruimte krijgen conform wet en recht op te treden. We hopen dat ze echt niet verbaliserend hoeven op te treden. Omdat we ook rekening houden dat u ook een veilige samenleving wil. En dat u ook wil meewerken. Maar voor die personen die toch nog niet willen meewerken, zullen we helaas sanctionerend moeten optreden. President Chandrika Prasad Santokhi. Hij heeft gisteren tijdens de persconferentie van de RVM in de congreshaal een gefaseerde total lockdown aangekondigd. Het uitgangsverbod van het weekend is ingesteld als waarschuwing naar de gemeenschap toe, dat indien zij zich niet houdt aan de regels, een total lockdown de enige optie zal zijn om Suriname te besparen van het grote gevaar waar COVID-19 voor zorgt.